nu het woord aan dokter Minema voor het beantwoorden van vragen. Dankjewel, Yvonne. Ik heb een presentatie gehouden en aan de hand daarvan zijn dus vragen binnengekomen. En die wil ik hier gaan beantwoorden. En ik heb daarvoor een aantal dia's uit mijn presentatie eigenlijk weer teruggehaald. Omdat ik denk dat die wel handig zijn in het beantwoorden van de vragen. En de eerste vraag gaat over de overlevingscurves die je hier ziet getrokken. Bij mensen met een cardiale, dus een hartbetrokkenheid van de AL-amyloïdoos. En het is altijd best wel confronterend om zo'n curve te zien. Dat realiseer ik me heel goed. Maar ik wil ook graag benadrukken dat curves zijn altijd over gemiddelde van een groep. Dus het zegt ook wel iets over een individu. En het helpt ons heel erg om de patiënt goed te kunnen inschatten qua zwaarte van behandeling en qua risico's die er zijn en qua ondersteuning die we nodig hebben. Maar er is echt bijna niemand die echt op het groene lijntje of op het oranje lijntje of het andere lijntje loopt. Er zit altijd spreiding in de curve. Dus hou daar alsjeblieft rekening mee met dit soort overlevingscurves. Wat verder belangrijk is, je ziet dat we een soort aan de onderzijde een soort tijdsverloop hebben. Dus dat is bijvoorbeeld 60 maanden is 5 jaar. 120 maanden is 10 jaar. Dat betekent dat deze curves, overlevingscurves, deze data, zijn dus gegenereerd bij patiënten die 10 jaar geleden de diagnose kregen. En toen is bekeken hoe het gaat. En wat dus nooit kan met dit soort overlevingscurven, is het meenemen van de nieuwe ontwikkelingen. Een medicijn als daratumumab, dat gingen wij 10 jaar geleden voor het eerst testen bij mensen met een uitbehandeld myeloom. En nou, dat stond ook in mijn presentatie. Een maand geleden hebben wij de goedkeuring van dat medicijn bij de Amerikaanse goedkeuringsautoriteit, medicijnenautoriteit, de FDA, gezien. Dus de curves zijn in die zin wat vertekend, omdat ze dus ook vaak slechter zijn, omdat er zoveel ontwikkelingen zijn op het gebied van de amyloïdose die ze niet kunnen meenemen. Maar dan nog zeggen deze curves wel iets. En dat zeggen eigenlijk dat als je hart bij AL-amyloïdose, als je hart niet of nauwelijks is aangedaan, dus een stadium 1, dat je prognose beter is dan bij mensen met een stadium 3b. En dat zijn mensen die een hoge NT-proBNP-waarde hebben in het bloed. En we weten dat zijn hele kwetsbare mensen waar het hart ernstig verzwakt is, die ernstig hartfalen hebben. En waarbij wij natuurlijk door het geven van onze chemotherapie of onze immuuntherapie of onze dexamethason of prednison mensen altijd nog zieker maken. Dus dat is een heel wankel evenwicht. En mensen gaan dus overlijden niet alleen aan een ernstig hartfalen, maar soms komt dat ook doordat wij proberen de mensen te behandelen. Dus ook soms door de behandeling geïnduceerd. Je ziet wel dat het met name de eerste half jaar tot een jaar heel matig gaat. Daarna vlakt die curve af. Dus mensen die voorbij een bepaalde periode zijn, blijken toch beter te kunnen doen. Om me heen zie ik heel veel armbewegingen. Ik wil even benadrukken dat mocht er iets voor mij zijn, dan hoor ik het graag van het ondersteunend team. Dus ik hoop dat ik hier een van de vragen beantwoord heb. Dan gaan we naar de volgende vraag. En dat ging over, wat moet je nou doen als de behandeling klaar is? En dat was een volgende slide. Oh, dat kan ik zelf doen inderdaad. Ja, ik ging iets te snel, denk ik. Nee. Ik denk toch dat iemand anders even moet drukken. Doe ik even niks. Ja, nee, doe deze maar. Ja, en wil je me nog verder doordrukken? Ja. Nog verder? Ja, dat is er helemaal vult. Nog verder? Ja, zo, dankjewel.
Er was ook een vraag over het feit, ik krijg dan een bepaalde behandeling. In dit geval was het iemand die zei, ik word behandeld met daratumumab. Maar na 2 jaar stopt de behandeling. En wat komt daarna eigenlijk? Wat zijn de scenario's die daarna kunnen gebeuren? Nou, en wat belangrijk is, is dat ik denk dat je dus deze persoon die zegt, ik word nu behandeld met daratumumab. Hij zet natuurlijk alleen de behandeling door als het ook een effectieve behandeling is. Dus ik ga ervan uit dat als jij langdurig wordt behandeld met dit medicijn, dat die dus werkt. Je ziet dus die vrij lichte keten, kappa of lambda, in het bloed zakken. Dat noemen we dus die goede hematologische respons. Verder verdraag je de ziekte, de behandeling ook goed, wat vaak het geval is bij daratumumab, omdat dat immuuntherapie is. En daarmee hebben we dus verdere amyloïdstapeling kunnen stoppen. Maar op een gegeven moment, ja, je kunt niet eindeloos met die behandeling doorgaan. Mensen met amyloïdose reageren vaak heel goed op die behandeling. En na 2 jaar stoppen we met de therapie. En daarna kom je in een vervolgstappen. En daarmee betekent dat je dus geen behandeling krijgt, maar wel controle. En bij elke controle wordt met je gepraat. Hoe voel je? Hoe gaat het met je energie? Heb je klachten teruggekregen die je doen denken aan het begin van de ziekte? Er wordt bloed gecontroleerd, daar worden natuurlijk die vrije lichte ketens bekeken, maar ook het NT-proBNP bijvoorbeeld. Urine kan gecontroleerd worden, afhankelijk of je wel of niet nierbetrokkenheid had. Dus je komt in een soort wait-and-see-periode, wat heel kenmerkend is voor mensen met een hematologische kanker, die niet genezend, dus curatief noemen dat, behandeld kan worden. Die komen eigenlijk in een soort controle die jarenlang kan duren. En pas als er een... Als we die vrijlichte ketens weer omhoog zien gaan, of mensen weer typische klachten krijgen die horen bij de ziekte, dan wordt zo'n controle vaak geïntensiveerd. En op een gegeven moment moet je ook beslissen, en bij amyloïdose moet je niet te lang wachten met die beslissing, om weer met een behandeling te gaan beginnen. En omdat mensen na daratumumab jarenlang in remissie kunnen zijn, dus heel lang zonder ziekteactiviteit en zonder behandeling, kunnen we niet zo goed zeggen wat daarna gebeurt. Je kan misschien opnieuw behandeld worden met dat medicijn, maar misschien zijn er op dat moment wel andere hele goede medicijnen voor je beschikbaar en is het veel beter om met die behandeld te worden. Dus daar zit altijd een beetje onzekerheid in wat het precies wordt, maar ik wil wel graag benadrukken dat er vaak altijd wel weer een nieuwe vorm van behandeling is. Dus op dat moment moet gewoon bekeken worden wat is op dit moment het advies voor jouw beste therapie en dat gaan we dan inzetten. En in de tussentijd word je gewoon gecontroleerd. Ik denk dan de volgende slide. Ja, deze. Ja. Er kwamen ook wat vragen binnen over ondersteuning. De een ging over de vragen wat de nefroloog als medicatie voorschrijft en de andere wat soms de cardioloog als medicatie voorschrijft. En hier zie je ook wat belangrijk is dat je dus dat het expertise is bij zowel nefrologen als cardiologen, als twee van de specialisten van organen die het meest bij AL-amyloïdose betrokken zijn, dat die kennis hebben van amyloïdose en ook samenwerken met je hoofdbehandelaar voor de AL-amyloïdose. Want het is namelijk zo dat bij een standaard nefrotisch syndroom het gebruik van bepaalde medicijnen, en dat noemen wij ACE-remmers of A2-antagonisten in medische termen, belangrijk zijn om de eiwitlek van de nieren te verbeteren. Dus een standaard reflex voor elke nefroloog is, of een internist, als je eiwitverlies hebt bij de nieren, een nefrotisch syndroom, ACE-remmers voorschrijven. En dat is ook voor de standaard nefrotisch syndroom over het algemeen hele goede therapie. Dus dat is een volledig normaal advies. Echter, het probleem bij amyloïdose patiënten is natuurlijk dat het niet alleen een nierprobleem is, maar een systeemziekte. Dat het ook niet aangetoond is dat het bij amyloïdose nieren echt zo goed werkt als bij standaard nefrotisch syndroom. En de bijwerking bij AL-patiënten veel heftiger is. En dat is namelijk de lage bloeddruk. Amyloïdose patiënten hebben vaak problemen met de bloeddrukregulatie. En hebben vaak last van te lage bloeddrukken. Maar ook dat hun bij bijvoorbeeld van een licht naar een zitpositie of van zit naar staanpositie, de bloeddruk zich niet op tijd aanpast en je dus echt een bloeddrukdaling krijgt als je een houdingsverandering hebt. En als je ook al een bloeddruktablet gebruikt, dus dan ben je misschien liggend, is het nog wel te doen, maar als je omhoog komt en die bloeddruk zakt, dan word je duizelig omdat je hersenen op dat moment te weinig bloed krijgen, omdat de druk in het systeem gewoon te laag is. En dan kun je vallen.
En vallen is natuurlijk ook een ernstige complicatie. Mensen kunnen dan iets breken of kunnen bloedingen krijgen. Dus wat wij over het algemeen adviseren, je mag best met ACE-remmers beginnen, maar als je die bijwerking hebt van die lage bloeddruk, moet je ze weer stoppen. En soms, als de therapie voorbij is, dus de chemotherapie of de daratumumab-therapie, mensen voelen zich wat beter en wat fitter, kan wel weer geprobeerd worden om die tabletten langzaam weer in te sluipen. Dus het is ook niet verboden, maar het is een balans tussen bijwerking en mogelijke werking, die vaak wijst naar even stoppen en op een later moment in een rustige situatie weer kijken of ze herstart kunnen worden op een hele lage, voorzichtige dosering en heel langzaam opbouwen. Dus veel voorzichtiger dan bij standaard patiënten met deze klacht. Een andere vraag was over een tablet waar die cardiologen heel reflexmatig voorschrijven. En dat noemen we beta-blokkers. En beta-blokkers zijn medicijnen die heel belangrijk zijn in de behandeling van hartfalen. Dus bij standaard hartfalen krijgt iedereen een beta-blokker. En het is ook aangetoond dat dat goed is. Mensen leven ook langer als ze die medicijnen krijgen. Dus dat is heel goed. Echter, bij mensen met cardiale amyloïdose werkt de beta-blokker vaak niet zo goed. Omdat die bijvoorbeeld de bloeddruk mede verlaagt, want dat is een werking. Of dat die het hartfalen wat de mensen hebben verergert. Dus het kan best zijn dat je een beta-blokker moet slikken omdat je bijvoorbeeld een hartritmestoornis hebt. Dus er zijn heel veel redenen om wel een beta-blokker te slikken. Maar die standaard reflex, je hebt hartfalen, dus een beta-blokker, gaat niet op bij cardiale amyloïdose. En wij zijn natuurlijk in Utrecht, zien wij veel patiënten, niet alleen bij de cardiologie, maar ook bij ons, bij de interne geneeskunde, voor second opinions. En een van de dingen die ik meestal doe, zie ik een patiënt zonder hartfalen, zonder hartritmestoornis bedoel ik, die wel een beta-blokker krijgt, en die stoppen we gewoon. Omdat mensen zich dan veel fitter kunnen voelen en veel beter voelen. Wat dus ook belangrijk is, doe dat nooit zelf. Hè? Dus ga niet zelf aan je tabletten sleutelen. En als je cardioloog aangeeft, nou, maar ik vind wel dat je het echt nodig hebt, vraag gewoon om de reden. Heb ik dan een hartritmestoornis of is het een andere reden? En ook de cardioloog in de ziekenhuizen in Groningen of bij ons in Utrecht, Maastricht, Rotterdam, die zijn ook beschikbaar voor andere cardiologen. Dus als jouw cardioloog misschien ben je wel zijn enige amyloïdose patiënt en heeft hij minder ervaring, we kunnen altijd gebeld worden door cardiologen om te overleggen met een expert cardioloog, om te vragen, is dit medicijn er wel of niet geschikt voor mij? Dus die standaard reflexmatige handelingen gaan niet altijd op bij amyloïdose patiënten en daarvoor hebben we natuurlijk ook die expertisecentra om die kennis een beetje te bundelen en het hele land zo goed mogelijk advies daarover te kunnen geven. Dan is er een vraag, ik heb het even niet genummerd, zie ik nu, over de daratumumab. Ik zie dat die... Oh, ik moet omslaan, ja. De daratumumab wordt nu via een injectie onder de huid, in de buik vaak geprikt, dus subcutaan noemen we dat, onder de huidse injectie. Maar iemand schrijft, ik krijg nog steeds een infuus. Wat zijn de voor- en nadelen van een infuus met daratumumab ten opzichte van een injectie? Nou, qua effectiviteit niks. Dat is heel goed uitgezocht. Er is een grote studie gedaan bij myeloompatiënten. De ene helft kreeg via het infuus en de andere helft via de injectie in de buik. Hetzelfde schema, dus 8 keer elke week, 8 keer elke 2 weken en daarna doorgaan 1 per 4 weken. En dat is even effectief. Dus qua effectiviteit maakt het niks uit. Maar wij vinden natuurlijk in het ziekenhuis een injectie wat makkelijker dan een infuus. Want voor een infuus moet elke keer een infuus ingebracht worden. Dat kost, dat is pijnlijker, is weer moeite. Je kan misprikken, dat kan een bloeding geven. Dus een infuus, ja, we hebben altijd voorkeur voor een injectie boven een infuus. Een infuus werd met veel vocht gegeven. Dus er hing een zakje van 500 milliliter oplossing, waar de daratumumab in opgelost was. En dat druppelde langzaam naar binnen. Maar bij mensen met al een vochtprobleem door een nier- of hartprobleem bij de amyloïdose was dat best, we noemen dat een vochtbelasting. Dus die konden een beetje vocht gaan vasthouden en misschien een hartfalen verergeren. Dus wij waren eigenlijk binnen amyloïdose land heel erg blij toen de subcutane injectie kwam. Het is makkelijker, minder belastend voor de patiënt en wij denken ook minder bijwerkingen voor specifiek de amyloïdose patiënt. En waar wij nu in Utrecht mee bezig zijn, dat hebben we nog niet,
Maar waar we mee bezig zijn, is om te kijken of we misschien ook die injectie naar huis kunnen brengen. Dus dan hoef je misschien, dan hoef je al niet meer het ziekenhuis in te komen. Dan kun je thuis door een verpleegkundige die injectie krijgen. En dat is met een infuus ook veel lastiger te regelen. Dus wij zien nog meer voordelen die wij gaan verder gaan uitwerken. En ook de tijd, vergeet ik nog even, de injectie is zo gezet. Maar het infuus moest officieel nog altijd in 3 uur binnenlopen. Dus ook qua tijdsbelasting is een injectie handiger. Dus ik denk dat het merendeel van de ziekenhuizen op de subcutane injectie over zijn gegaan. Dus het verbaast me nog een beetje dat je het infuus krijgt. Maar misschien komt dat voorstel aan jou nog een keer om het om te zetten. Dan was er een vraag over wat kan ik verwachten? Oh ja, er is, een vraag is ook wel vaak over, ik word behandeld en ik zie die vrije lichte ketens zakken. En tot misschien zelfs normaal, dat noemen we dan een complete remissie. Soms wordt er dan ook nog een B-merkprik herhaald. We zien die plasmacellen niet meer terug. Complete hematologische respons. En in mijn presentatie geef ik aan dat dan bij sommige mensen ook de organen kunnen verbeteren. En ik zie hier de slide-nummers. In de oude sessie was het slide nummer 13, maar we hebben natuurlijk wat slides uitgezocht. Dus nu weet ik eigenlijk niet meer goed welke slide dat is. Maar ik denk dezelfde slide als dat ik net aangaf met al die stapjes erin. Ja. Die orgaanrespons, dat is dan de vraag. Dus als jij, stel dat je, nou, je bent klaar, al jaren klaar, die ziekte is behandeld, is niet meer actief, die ziekte van je B-merg bedoel ik dan natuurlijk. De vrijlichte keten zijn normaal, maar er komt maar geen orgaanrespons. Want ik geef aan, grosso modo, 50% van de patiënten verbetert het orgaan. En hoe kan dat orgaan nou verbeteren? Dat komt door je eigen lichaam. In jouw lichaam zijn cellen aanwezig. Wij noemen dat macrofagen. En ik vergelijk ze altijd met de ouderwetse Pac-Mannetjes. En die eten gewoon het amyloïd op. Die ruimen dat op. Macrofagen hebben dat als soort taak in ons lichaam. Ruim de troep, de niet horende zaken in dat lichaam, ruim dat op. Maar dat doen ze tragend langzaam. Dus zo'n orgaanrespons komt heel langzaam tot stand. En ik heb patiënten, bijvoorbeeld na stamceltransplantatie, die na 5, 6 jaar nog steeds zeggen, en toch voelt me elke keer weer wat beter worden. Nou, dat is dus je eigen lichaam die dat doet, je eigen lichaam die opruimt. Ik denk wel dat het voor het ene orgaan gaat het beter dan voor het andere orgaan. En als er naar, stel dat je na 2 jaar lang helemaal in remissie bent en jouw hart verbetert maar niet, dat NT-proBNP zakt niet, jij voelt je niet fitter, de kans dat het dan alsnog gebeurt, is klein. Dus na een bepaalde tijd moet je niet meer te veel verwachten van een orgaanrespons. En sommige organen hebben een hele slechte orgaanrespons. Een beruchte is bijvoorbeeld het zenuwstelsel. En het zenuwstelsel is niet alleen het voelen, dus dat mensen tinteling voelen, dat herstelt vaak slecht, maar ook dat mensen bijvoorbeeld lage bloeddrukproblemen houden of diarreeklachten houden. Dat is ook iets bij mensen die al jarenlang die complete hematologische respons hebben, maar dat zien we maar niet verbeteren. En op een gegeven moment zal dat dus ook niet meer verbeteren. En dan, hoe dat komt, weten we niet zo goed. Zijn jouw macrofagen niet zo goed? Of is het nou eenmaal het zenuwstelsel? Dat is nou eenmaal een traag delend zenuwstelsel, dus misschien kan die gewoon niet herstellen of is er andere schade bijgekomen in je orgaan. Maar op een gegeven moment kan je er niet heel veel meer van verwachten. En word je dus in die zin een chronische patiënt. Je wordt een patiënt met hartfalen. Of je wordt een patiënt met altijd lage bloeddruk. Waarvoor je bijvoorbeeld altijd tabletten of steunkousen moet dragen. Dus op een gegeven moment houdt die orgaanrespons op. En moet je accepteren wat het op dat moment is. En hoort dat dan bij jouw leven. Er was ook een vraag over, als ik nu toch nog even over therapie wil doorgaan, is over waarom komt het nou dat sommige mensen het heel goed doen op therapie, dus bijvoorbeeld een stamceltransplantatie, wat we nog steeds wel graag doen, of een daratumumab, waar we goede responsen zien, of de bortezomib, die we heel veel geven. En bij sommige mensen werkt dat heel goed. En die zijn jarenlang in remissie, maar er zijn helaas ook patiënten, het is een minderheid, maar die zijn er wel, waar het maar niet werkt. Dan geef je de ene therapie en het werkt gewoon niet. Dan geef je een andere therapie, die werkt wel, maar heel
kortdurend. Tijdens de therapie gaat het op een gegeven moment toch weer mis, of je bent gestopt met de therapie en dan komt het heel snel weer terug. En dat ligt waarschijnlijk aan die plasmacellen zelf. Die plasmacellen in het B-merg, dat zijn cellen die bepaalde, dat zijn abnormale cellen, dat zijn natuurlijk kankercellen, en die hebben een bepaalde mutaties, dragen die bij zich, waardoor ze sommige therapie niet goed werkt. Ze zijn gewoon niet gevoelig voor die therapie. Maar ze kunnen zichzelf ook veranderen. Dat is het nadeel aan die plasmacellen. Dat is ook het nadeel bij het multiple myeloom. Dat is ook een ziekte die wij niet genezen en waar die plasmacellen steeds maar weer actief worden. En dan opeens werkt een oude therapie, die werkt niet meer. Ze zijn daar resistent voor. Ze hebben een soort verdedigingsmechanisme weten op te bouwen. En de therapie slaat niet meer aan. En het zoeken is dus steeds naar een andere vorm, naar die zwakke plek van die plasmacel te vinden door een andere vorm van therapie in te zetten. Dus wat wij graag proberen is van type therapie te wisselen, dus een soort roterend iets in te brengen. En we lenen heel veel van de behandeling van het multiple myeloom. Wat daar werkt, dat zijn ook plasmacellen, proberen we vervolgens ook bij amyloïdose. Zijn de patiënten veel kwetsbaarder, je moet veel voorzichtiger zijn, lager doseren, andere frequentie van doseren bij veel geneesmiddelen. Maar het is iets wat in die plasmacellen zit, dat we helaas niet goed kunnen beïnvloeden. We moeten alleen steeds zoeken naar waar zit die zwakke plek bij jou. Maar het is in die zin een ziekte, en dat zag je ook aan het begin bij die overlevingscurves. Behalve de stamceltransplantatie, waar een deel van de patiënt echt heel langdurig in remissie is, en wij ook wel durven te zeggen, daar komt de ziekte niet terug, is bij de meeste andere therapie komt de ziekte altijd weer terug. Die plasmacellen, dat zijn hardnekkige krengen, die toch altijd weer een keer actief worden. En daarom moet je ook onder controle blijven. Dus de meeste mensen blijven netjes onder controle. Meten we die vrijlichte ketens, want zo verraden die plasmacellen zich elke keer. Wat er gebeurt in je B-merg, vertaalt zich naar het bloed. Een soort biomarker. Dan was er een technische vraag. En dat ging over, ja, als je die slide, die herinnering was je door. En ja, deze. Een beetje technische vraag hierover. Ik geef steeds aan dat het zo belangrijk is om een hematologische respons te hebben, want daar kunnen wij op sturen. Dat kunnen we meten, daar kunnen we onze medicijnen op geven. Dus dat is ons stuurknuppel om aan te geven, het werkt wel of het werkt niet. En wat je hier ziet is grafieken bij mensen waar de therapie goed werkte. Dus bijvoorbeeld bij die van Lachman van de British Journal of Hematology uit 2003. Er staat bijvoorbeeld, nou, als je die vrije lichte keten is, bijvoorbeeld in je bloed 200, maar je vermindert hem naar 100, of nog lager willen we, dan doe je het beter dan bij mensen waar dat niet lukt. En je ziet dat ook aan de rechter grafiek nog iets meer tekent. Dus niet alleen meer dan 50% vermindering, dat is PR, maar ook CR, gewoon niet meer te vinden in je bloed. Nou, die patiënten doen het dus het beste. En de vraag gaat eigenlijk over, zijn die definities niet veranderd? Want je laat me opvallend oude curves zien uit 2003 en 2007. En is dit niet achterhaald? Maar dat is niet achterhaald, want die definities die zijn wel iets veranderd, met name de PR-definitie, maar de CR-definitie is niet veranderd. Dus die curves zijn niet achterhaald. Dit geldt nog steeds zo. Maar wat wel gelukkig steeds beter is, dat het aantal patiënten dat in die NR-groep terechtkomt, dus 81, of in de PR 108, of in de CR, daar zit wat voor, maar ik denk 93. Door die verbetering in onze behandelingen zijn die aantallen veel beter geworden. Dus nu komt in de NR-groep misschien 5 patiënten, in de PR-groep misschien 108, maar in die CR-groep zitten er dan 150 of 200. Dus door de verbetering van de behandeling zijn de aantallen in die groepen verbeterd, maar de boodschap, en daarom laat ik het natuurlijk ook zien, is nog steeds hetzelfde. Een goede hematologische respons is hoe wij kunnen sturen, hoe we ook sturen, waarom het steeds gemeten wordt en waarom we ook aanpassingen maken op je therapie als je niet dreigt in de CR of PR groep te komen. Want dan kom je in die NR groep terecht en dat willen we niet, want we weten dat dan je prognose slecht wordt. Dan nog ook een beetje een vraag over de kuren. De Cybo-D-kuren. Wij zeggen,
6 kuren. 6 Cybordy-kuren is de standaard. Er is ook een richtlijn verschenen waarin we dat aangeven. En we zeggen 6, omdat bij de meeste mensen is dat voldoende. Maar het is natuurlijk altijd aan jou en je behandelaar om eventueel te zeggen, we doen er 8. Dat mag ook. Maar stel dat je wat trager reageert, maar wel duidelijk reageert, dan kan het zijn dat je behandelaar zegt, en je verdraagt de therapie, zullen we nog 2 erbij doen? Want ik zie dat je nog niet helemaal bij het eindpunt bent, compleet hematoloos respons, maar ik zie wel dat je er bijna bent. En we zien ook dat je het nog bij elke kuur daalt. Dus de kuur blijft werken, alleen gaat het bij jou wat trager. Dus het advies is 6 kuren, omdat het meestal genoeg is. Maar het kan best zijn dat jij en de behandelaar samen bedenken, het is beter om er 2 bij te doen. En dat noemen we natuurlijk ook persoonlijke therapie. Wij geven richtlijnen en dat is een soort standaard. Maar het mooie van ons vak is natuurlijk dat we vanuit die standaard altijd kunnen redeneren. Misschien is dit voor jou beter, of misschien moeten we daar wat van afwijken. Dat kan altijd. Dat is iets wat mogelijk is en wat voor ons als vak natuurlijk ook heel dankbaar maakt. Maar wat hopelijk ook voor de patiënt de beste uitkomsten geeft. Dit is een nog een vraag over studies. Want wij vinden natuurlijk als amyloïdebehandelaren studies heel belangrijk, omdat studies ons echt in die 10 jaar tijd ontzettend ver gebracht hebben. Dus we zijn heel dankbaar voor mensen dat die mee willen doen aan studies. Want soms is het echt een medicijn die bijvoorbeeld nog nooit aan een mens gegeven is. Dat hebben wij gedaan in Utrecht met daratumumab. Dat was first in human. Nou, we moesten met een reanimatiekar voor de deur staan. Ongeveer zo spannend vond de maker van dat medicijn dat. En nu is dat gewoon de ontdekking geweest voor myeloom en amyloïdose patiënten. Dus, maar je moet maar net die eerste patiënt zijn die dat krijgt. Dus dat is ontzettend dapper. En daar zijn we heel blij mee. Maar het is ook heel belangrijk dat mensen dat blijven doen. Maar voor sommige patiënten is het ook het enige wat nog overblijft. Er zijn dus patiënten die heel snel door hun therapie gaan en waar wetenschappelijk onderzoek, dus het meedoen met een klinische studie, eigenlijk het enige is wat ze nog kunnen doen. En de vraag is eigenlijk, hoe krijg ik daar automatisch bericht van dat het bij mij klaar is en dat ik dus nu met een studie mee moet doen? Nou, dat is er niet. Dat automatische bericht is er niet. Maar ik wil dat eigenlijk vertalen naar een soort algemeen advies. Stel dat jouw arts zegt, de behandeling, ik zie dat de ziekte weer actief wordt, we moeten nadenken over een nieuwe behandeling, maar je hebt dat en dat en dat allemaal gehad, dat werkt niet, je hebt dat en dat en dat allemaal gehad, maar dat kon je niet tegen. Ik heb geen behandeling voor je. Vraag dan, is er misschien een studie waar ik aan mee kan doen? Dat is een heel normale vraag. Vraag aan je arts, wil je nagaan of er een studie is waar ik aan mee kan doen die misschien nog wel voor mij van waarde is? En dat betekent niet dat je hem gaat meedoen, maar dat betekent alleen maar dat je je laat informeren. En die informatie proberen wij als de mensen die studies doen, dus dat is met name Groningen en Utrecht, maar soms ook andere ziekenhuizen, die proberen wij naar de website van de patiëntenvereniging ook te vertalen. Dus het huiswerk aan de arts is, die moet even zoeken, en daar zijn gewoon standaard websites voor, waar kan ik een studie voor deze patiënt vinden, of die belt met Groningen of met Utrecht, want dan weten wij het antwoord ook wel. Of die gaat naar de expertise site die door Groningen is ontworpen, waar ook alle studies op staan, die trouwens ook beschikbaar is voor patiënten. Of je stelt gewoon je vraag aan de patiëntvereniging, want ook daar ligt die informatie klaar. Dus we proberen het wel zo makkelijk mogelijk te maken om aan studies mee te doen, om aan de informatie te komen voor studies, maar automatisch gaat het niet. Dus er zit er wel een taak voor jezelf in. Maar het is een heel normale vraag. Vraag het gewoon aan Jans. Deze sla ik nog even over, want we zitten nog even in de behandeling. Sorry dat ik een beetje hak op de tak ga, maar ik zie nog de vraag over daratumumab. Is het al beschikbaar in Nederland? En ik denk dat die vraag komt omdat ik begon al met de zeggen dat het door de FDA goedgekeurd is voor specifiek AL-amyloïdose patiënten eerste lijns behandeling, dus nog nooit eerder behandeld in combinatie met Cybordy.
In Europa is dat nog niet zo, maar toch is daratumumab toegankelijk voor onze patiënten. Want daratumumab gebruik bij AL-amyloidoospatiënten valt in dezelfde regels als dat we mogen geven voor myeloompatiënten. Dit wordt een beetje technisch, maar dure geneesmiddelen hebben een bijzondere regeling in heel Europa, maar ook in Nederland. Wij mogen niet zomaar elk geneesmiddel voorschrijven. Elk geneesmiddel heeft, we noemen dat een label. Dus je mag het alleen in combinatie daarmee voorschrijven. Je mag het alleen je mag het niet eerste lijn, maar alleen bij de recidief voorschrijven. En die regels, die volgen wij ook voor die regels die bij myeloom zijn vastgesteld, volgen wij ook voor amyloidoospatiënten. En dat kunnen wij doen omdat als de arts netjes opschrijft, dit is AL-amyloidose of primaire amyloidose, hoe het ouderwets nog werd genoemd, dan valt dat in hetzelfde hoekje als multiple myeloom. Dus de DBC-DOT-code, nog technischer, is hetzelfde. Dus er is gewoon toegang en je hoeft dus niet te wachten op registratie bij de EMA. Maar wij vinden het natuurlijk wel heel bijzonder, omdat het ook wel aangeeft hoeveel meer aandacht er voor deze ziekte is. Ik wil nog iets vragen over... er was nog één vraag van een patiënt die zegt, ja, die schrijft op, mijn vraag is of het Amerikaanse medicijn daratumumab voor mij de oplossing kan zijn, want ik heb namelijk ernstige cardiale betrokkenheid. Ik wil nog benadrukken, het is niet een Amerikaans medicijn, het is dus een volstrekt Nederlands medicijn, waar we heel trots op zijn. Net als de Janssen-vaccin voor COVID moeten wij niet onze eigen prestaties klein maken. Het is een Nederlands medicijn. En het is dus niet beschikbaar als eerste lijnstherapie, behalve in de studie die bij ons in Utrecht loopt. Maar niet standaard, maar wel voor de recidief. Dus nogmaals, we volgen daarmee de regels zoals ook voor het multiple myeloom zijn opgesteld. Nog even over de behandeling. Is een patiënt die zegt, ja, ik heb meerdere lijnen van behandeling gehad. Ik krijg dan nu wel de daratumumab. Dat werd eerst voorgeschreven met daarbij een ander medicijn, Revlimid of lenalidomide. Maar daar kon ik helemaal niet tegen, dat is weer gestopt. En ze zijn doorgegaan met de daratumumab. En dat gaat eigenlijk best goed. Ik zie die vrijlichte keten zakken en ik zie mijn NT-proBNP zakken. Dus mijn hart gaat beter, de hematologische respons gaat de goede kant op. Moet nou die lenalidomide er nog een keer bij? Ik kon er niet tegen, maar mijn arts zegt misschien is het wel een goed idee. En die vraag was eigenlijk een heel mooie vraag van de dilemma's die wij dagelijks in de spreekkamer zien. Het liefst bombarderen wij die plasmacel met zoveel mogelijk medicijnen. Want hij moet weg, hij moet klaar, hij moet dood. Alles erop gooien. Bij amyloidoospatiënten gaat dat niet. Jullie zijn kwetsbaar, fragiel, dat hart wil niet. Je krijgt die hele typische bijwerkingen die we normaal niet zien bij myeloompatiënten. Dus het is continu wegen. We weten dat die hematologische respons diep en goed moet zijn. Maar wat kan die patiënt aan? En wat deze patiënt beschrijft is heel mooi dat wegingsproces. Ik weet, ik heb dan nog niet die complete respons. En misschien wil mijn arts dat wel bereiken door die tabletten bij te doen. Maar ik kan er niet tegen. En wat moet ik nou doen? En ja, daar hebben we natuurlijk nooit de klipklare antwoorden voor. Maar het is wel, ik snap het doel van je behandelaar. Die wil zo diep mogelijk. Maar als het goed met je gaat en de bijwerkingen zijn nu te doen. En je hart gaat beter, want je ziet dat NT-proBNP zakken. Misschien is het beter om te zeggen, ik heb wat meer geduld. En zolang het zakt, blijf ik gewoon alleen dat ene medicijn doen. En doe ik niet dat medicijn erbij waar ik helemaal niet tegen kon. En dat is bekend van lenalidomide. Heel veel amyloidoospatiënten reageren niet goed op dat medicijn. Dus het is een weging, een afweging waar nooit het antwoord daar is. Maar soms de ene consult denk je, het gaat de goede kant op. En de andere keer zeg je, die vrije lichte ketens, die zak maar niet. Wat moeten we nou doen? Maar nou, nog een keertje wachten. Het is een beetje wikken en wegen. Wij als internisten vinden dat heerlijk, want dat is wat wij graag doen. Maar langzaam komt dat antwoord er wel. Dus je hoeft het niet te doen, dat wil ik ook nog eens benadrukken. Want de patiënt hoeft niet elke therapie te accepteren. Maar ik snap best dat de behandelaar soms denkt, kan het nog een stukje beter? Maar ga erover in gesprek. Ik had een vraag over, ik weet niet hoe ik met tijd zit. Oh, nog even niet. Dat is ruim. Ja, ik had er nog een vraag over, zag ik staan en die wil ik niet overslaan, want dat doe ik al de hele tijd, over lokale amyloïdose.
Nou, nu zie ik me natuurlijk niet. Dat was de vraag. Ik zit even te lezen. Vraag. Ja, er wordt even, op de achtergrond wordt even met me mee gezocht. Nou, ik kan hem even niet meer zo goed vinden. Dat snap ik niet, want... Het ging volgens mij over, het was een patiënt, ik zie hem al staan. Ja, ik zie hem staan. Het is een patiënt die zegt, ik heb AL-amyloïdoos gehad in de blaas. En dat was al 14 jaar geleden. En ik begrijp een beetje uit de vraag dat het een lokale AL-amyloïdoos was. De blaas is namelijk een typische plek daarvoor. Net als in de keel is ook de blaas een typische plek voor lokale AL-amyloïdoos. En dat is ook verwijderd door een uroloog. Dus die heeft dat op een bepaalde manier verwijderd. En daarna ben ik al 14 jaar lang onder controle geweest. Maar dat is nu al 2 jaar lang niet meer zo. En zij vraagt zich af, heeft het nu toch nog zin? En ik ben dus nu niet meer onder controle. Maar is het toch nog zin om die waardes in de blaas, ik denk misschien wat bloedverlies, in de urine en die in het bloed te laten controleren? En dat is een mooie vraag over lokale AL-amyloïdose, want dat geeft mooi weer, dat komt ook in de presentatie terug, dat over het algemeen lokale amyloïdose kan terugkomen in de blaas of in de keel waar het zat. En dan moet het natuurlijk weer behandeld worden. En dat kan ook lokaal behandeld worden, dus niet met al die chemo- of immuuntherapie die ik net beschreef. En je kan natuurlijk verschillende dingen doen. Wat we standaard wel adviseren is dat mensen zich eens per jaar of eens per 2 jaar wel laten controleren. En ook dat mensen, hè, als tussentijds, want een jaar is best lang, maar als je tussentijds klachten krijgt, bijvoorbeeld in de blaas was het misschien bloedverlies bij de urine, of in de keel was het misschien een heese stem. Dat als het tussentijds gebeurt, dat je natuurlijk wel eerder aan de bel trekt. Maar een soort standaard controle wordt wel geadviseerd. Maar de kans dat het systemische AL-amyloïdose wordt, dus vanuit de blaas ook nog hart en de nieren en het maag-darmstelsel en dergelijke. Dus dat het uit gaat breiden is na 14 jaar weer heel erg klein. De kans is sowieso heel klein, maar na 14 jaar is die wel heel klein. Dus het is een beetje, ja, ik begrijp ook uit de vraag, hè, dat de controleur die er... Die is inmiddels met pensioen, dus ja, dan moet je ook weer een nieuwe arts zoeken. De vraag is een beetje of je dat nu nog moet doen. Ik kan me voorstellen dat het ook een hoop moeite voor niks is. Eerlijk gezegd, je verliest ook elke keer je eigen bijdrage als je naar het ziekenhuis gaat. Dus ik kan me best voorstellen dat je zegt, ik doe het niet. Maar dan wil ik wel benadrukken, bel wel op als je weer dat soort klachten krijgt. En bij nieuwe patiënten zeggen wij wel, we houden je onder controle. Maar meestal doen we dat dus gewoon eens per jaar. En bij sommige patiënten doe ik dat ook eens per 2 jaar. Puur ook voor ons om te leren, om data te verzamelen, om de patiënt onder controle te houden en ook het lijntje met de patiënt kort te houden. Dus dat de patiënt weet, die persoon moet ik hebben als ik toch weer klachten krijg. We hebben een vraag in de chat. We hebben een vraag in de chat. Daar staat, u noemde net bij recidief het inzetten van andere middelen en daarbij noemde u het woord roleren. Wat bedoelt u daar precies mee? Dat je een eerder middel alsnog weer gaat inzetten? Nee, met roleren bedoelen we eigenlijk een ander type medicijn te gebruiken. Dus heel veel mensen kennen het medicijn bortezomib, oftewel Velcade. Want om het ingewikkeld te maken geven wij alle medicijnen 2 namen. En dat medicijn werkt op een bepaalde manier. En wij noemen dat proteasoomremmers. Als de Velcade niet meer werkt voor je, dus jouw plasmacel in jouw B-merg weet te beschermen tegen de werking van de Velcade en is daar niet meer gevoelig voor, gaat niet meer dood door de Velcade, dan zetten we natuurlijk dat type medicijn, proteasoomremmers, niet meer in. Want dat geldt dan over het algemeen voor alle proteasoomremmers. En een ander is bijvoorbeeld ixazomib, Ninlaro of carfilzomib, Kyprolis. Hoewel carfilzomib heel weinig gebruikt wordt, want dat is een heel zwaar medicijn en de naam voor het hart een heel belastend medicijn. Dus dat is een medicijn wat we sowieso heel weinig gebruiken. Dus dat type medicijn,
proteasomremmers is daarmee eigenlijk niet meer mogelijk. Maar we hebben andere medicijnen. En dan kom je bijvoorbeeld op de reflimiddelen en lidomide, of de pomalidomide Imnofit, of op de talidomide Softenon. Eén klasse van medicijnen noemen wij IMIDs, immuunmodulerende medicijnen. Als ze dus de lenalidomide voor jou niet meer werkt, dan gaan we dat medicijn niet nog een keer zetten. Maar dan heb je de mazzel dat getest is, dat pomalidomide dan nog wel kan werken. Dus als je bijvoorbeeld het niet meer doet op de proteasomremmers, dan gaan wij naar een IMIDs toe. Dan heb je bijvoorbeeld nog de ouderwetse chemotherapie, melphalan, cyclofosfamide, dat zijn tabletjes, of bij autologe stamceltransplantatie een infuus. Dat is een andere groep medicijnen. Dan hebben we nu tegenwoordig de immuuntherapie, daratumumab, en wat eraan komt is belantamab. En er komen duobodies aan, dus dan wordt de vraag, zou die misschien kunnen werken? En heel soms wat we nog wel eens doen, met name bijvoorbeeld bij kuren die maar een bepaalde duur worden gegeven, is bijvoorbeeld de Velcade. Je krijgt 6 kuren in het begin. Nou, bij het recidief roleren we ander type medicijn. Voor de recidief roleren, ander type medicijn. En op een gegeven moment zeggen we, oh, nu heb ik niks meer. Er is niks nieuws gekomen, maar dan gaan we kijken terug. Toen zeiden we, hey, die Velcade, daar kon jij goed tegen. Het werkte ook goed voor je. Het is inmiddels 5 jaar geleden dat je het gehad hebt. Laten we die nu nog een keer proberen, want het werkte wel voor je, maar het werkte vrij kort voor je. Maar ja, als je wat later in de roulering zit, heb je natuurlijk niet altijd heel veel keuze meer. Dus met rouleren bedoel ik heel erg juist niet hetzelfde medicijn steeds weer gebruiken, maar juist een ander type medicijn. We hebben nog een vraag. Ja? De vraag is, mijn hartwaarde is verhoogd, maar op scans is nooit amyloïd gevonden. Doet mijn hart dan toch mee? Kunnen ze amyloïd altijd vinden? Nou, dat is een hele goede vraag. Het blijkt inderdaad dat die hartwaarden wel gevoeliger zijn. Dus het komt best voor dat jouw, en dan bedoelen we meestal het NT-proBNP, verhoogd is, maar dat op een MRI-scan of op een echo het niet gezien wordt. Dat kan. Ik moet zeggen, de MRI van het hart is wel redelijk gevoelig, maar het is nog wel mogelijk. En bij de echo van het hart kan het best makkelijk gemist worden. Of, en dat kan ook heel goed, de reden dat jouw NT-proBNP verhoogd is, is niet omdat er amyloïd in je hart zit, maar omdat er een ander probleem bij je hart is. Het kan ook verhoogd zijn omdat je te veel vocht vasthoudt door een nefrotisch syndroom en er te veel druk op het hart staat, omdat je opgeblazen bent. Het kan ook verhoogd zijn door een te hoge bloeddruk. Komt bij amyloïd niet veel voor, maar kan. Het kan ook verhoogd zijn omdat je een hartritmestoornis hebt. Door andere oorzaken. Het kan ook verhoogd zijn omdat je ooit een hartinfarct hebt gehad. Dus de NT-proBNP-test is heel gevoelig. Soms gevoeliger dan de scans. Maar het is helemaal niet specifiek. Je kan ook een verhoogd NT-proBNP hebben door andere oorzaken dan amyloïdose. Nou, dat moet natuurlijk uit jouw specifieke anamnese blijken, maar dat kan dus ook de reden zijn. Waren dat de vragen uit de chat op voor dit moment? Oké. Geen nieuwe vraag. Dan is er nog een vraag. Als je nou klaar bent met je therapie en chemotherapie, zijn er dan programma's waarbij we je aan je conditie kan werken? En waardoor je fitter voelt. Ik ken niet specifieke amyloïdose programma's. En bij mijn weten, ik kijk ook even naar links, zijn die er ook niet voor bewegen na afsluiten van therapie. Wat wij wel hebben, maar dat is meer hematologie breed. Oncologie breed. En dat danken wij nog aan onze oud-minister Borst. Is dat wij herstel- en balansprogramma's hebben na het afsluiten van chemotherapie. Dus het Help Dowling is daar ooit mee begonnen, maar dat is nu bijna in elk ziekenhuis is zo'n programma, bij de revalidatieklinieken en soms ook bij fysiotherapeuten zelfstandig. Dus daar kun je naar vragen. Dat heeft ook een speciale vergoedingscode. Maar dat is bedoeld om na de chemotherapie weer te werken aan je conditie. En dat is meestal in groepsvorm, dus ze zullen op dit moment door de corona voor een groot deel stil liggen. Maar je begint daar en te werken aan de spieren, want die zijn heftig
je spiercellen zijn ook aangedaan door de chemotherapie, dus aan je spierkracht en ook aan je conditie. En dat gebeurt op een heel laag instapniveau, want chemotherapie doet gewoon heel veel bij mensen. Bij amyloïdose specifiek komt er natuurlijk ook nog je hart bij, maar er zijn geen cardiale revalidatieprogramma's voor amyloïdose patiënten. Wel na een hartinfarct bijvoorbeeld zijn die er. Dus wij verwijzen onze patiënten meestal naar de specifieke revalidatieprogramma's die er zijn voor oncologiepatiënten. En die zijn deels in groepsvorm en dat waarderen patiënten ook, omdat je dan ook van andere mensen ervaringen kunt horen. Maar je kunt ze dus ook meer individueel doen. Niet iedereen wil dit. Sommige mensen zeggen, ik doe het liever zelf. Maar wat ik wel wil benadrukken, dat het ontzettend belangrijk is als die therapie een keer stopt, bijvoorbeeld na 6 cyberdiekuren of na je autologe stamceltransplantatie, probeer echt wat te doen. En het is niet alleen wandelen, het is ook spiermassa weer creëren. Omdat dat heel belangrijk is. En mijn meeste patiënten zijn daar ontzettend tevreden over. Het is een investering die je moet doen, maar als je doorzet, wordt je conditie echt duidelijk beter. Ik kijk even naar mijn briefjes. Er is nog een vraag. Oh nee, die had nog steeds met het hart te maken. Even kijken. Centra voor behandeling. Wat zijn de medische centra waar zich kan melden voor behandeling en de diagnose? Het principe voor AL-amyloïdose is, en dat is ook de reden waarom wij natuurlijk een richtlijn maken, is dat het altijd lokaal kan. Dus je mag in die zin kun je in elk ziekenhuis behandeld worden. Het is natuurlijk wel zo dat, en dat hoop ik denk ik ook in de presentatie duidelijk te hebben gemaakt, het is een hele complexe ziekte, het is een systeemziekte, het is een ziekte waar soms niet de hematoloog het in haar of hem, zijn eentje aan kan, maar bijvoorbeeld hulp nodig heeft van de cardioloog of een nefroloog, of helemaal geen ervaring heeft en zegt, well, je hebt, het lijkt op myeloom, ik behandel het als een myeloom. En dan gaat het mis. Dus ik denk wel dat het goed is om na te denken, als je de reistijd kunt overwegen, kan ik misschien naar een wat groter ziekenhuis toe, waar ze meer ervaring hebben met die ziekte. En dan zijn er natuurlijk de echte expertisecentra, waar echt een team van mensen is die je behandelt, maar die ja, niet voor iedereen bereikbaar zijn, omdat nou eenmaal de afstand te groot is. Dus het kan ook lokaal, bij AL-amyloïdose. De aantallen zijn er ook niet zo dat het allemaal gecentreerd kan worden, want dat belast sommige ziekenhuizen weer heel veel. Maar wat ook kan, is dat er door de behandelaar advies wordt gevraagd. En dat gebeurt op afstand, dus dat is soms per telefoon, soms per mail. Krijgen wij veel telefoontjes van hoe zit dit, hoe zit dat. En wat ook veel gebeurt en wat natuurlijk de voorkeur heeft, is dat mensen ook een keer gezien worden in het expertisecentra. Omdat over de telefoon mis je soms toch net de nuances of de specifieke dingen die wel bij deze ziekte belangrijk zijn. Het zit hem soms in de details. En als je ze niet kent, kun je er ook niet naar vragen. Dus vaak zeggen we dan tegen mensen, nou, laat die patiënt of tegen mensen die hulp vragen, artsen die hulp vragen, laat toch de patiënt komen. Dit start misschien wel met deze behandeling, want je moet nu wel wat doen, maar laat de patiënt komen. En dan kunnen wij toch op korte termijn hopelijk nog meer aanwijzingen geven. En dan kennen we de patiënt ook. Dus mocht er over een jaar later bijvoorbeeld toch weer vragen komen of de ziekte komt weer terug, dan is het voor ons ook makkelijker schakelen. Want dan is het niet meer een papieren exercitie, maar dan is het iets waar we de patiënt ook echt gezien hebben en kennen. Dus het kan in elk ziekenhuis. En daar willen we ook echt altijd aan meewerken. Maar soms is het toch handiger om te concentreren, juist omdat dit zo'n complexe ziekte is. En dat is weer een vraag. Er zijn twee vragen. Ja. Volgens mij hebben we nog 8 minuutjes. Ik vind het ook handig om even te denken. De eerste vraagsteller over de hartwaarde heeft een volgende vraag. Kun je ook later op een andere plek amyloïde krijgen, bijvoorbeeld in je lever, terwijl het daar eerst niet zat? Ja, een hele goede vraag. Dat kan. Dus het is mogelijk dat de amyloïde zich naar andere organen toe gaat als er een recidief van de ziekte is. Of als de ziekte niet goed behandeld wordt. Maar wat heel typisch is wel bij amyloïdose, is dat niet elk orgaan is meestal betrokken. Dus het lijkt erop alsof dat
eiwit, die vrijlichte keten die in je bloed zit, een voorkeur heeft voor een bepaald type orgaan. En dat wisselt ook per patiënt. Dus hart en nieren zijn het meest betrokken bij ongeveer 70% van de patiënten. Maar er zijn ook patiënten waar het hart helemaal niet betrokken is, maar waar het in de spieren zit of het maag-darmkanaal. En die daar ontzettend veel last van hebben. En het is wel zo dat, mocht je niet behandeld worden, nou, dat het zich uitbreidt en dat het natuurlijk voornamelijk naar die organen toe gaat. En dat blijft meestal ook zo. Maar het is niet uit te sluiten dat als de ziekte verandert, dat er andere organen bijkomen. Dus of als dat je de ziekte onbehandeld laat, dat dan andere organen bijkomen. Over het algemeen blijft het orgaan specifiek. Daar moet je ook enigszins op vertrouwen. Maar als er signalen komen van, wat raar, nu doet dit orgaan ook mee, dan moet je niet uitsluiten dat dat niet amyloïd kan zijn. Dat kan wel en daar moet je soms ook een biopt voor doen. Maar het komt niet heel veel voor. En dan nog een vraag. Is het mogelijk om een tweede SCT te krijgen bij terugkomst? Ik heb 5 jaar geleden een SCT gehad. Ja, SCT is stamceltransplantatie. En dat is ouderwets beenmergtransplantatie. Dus vroeger werd dat beenmerg uit je heup gehaald en dat werd opgeslagen in de vriezer en je kreeg beenmerg terug. Dat doen we niet meer. Je krijgt tegenwoordig injecties. En die stamcellen die in je beenmerg zitten, dus de stamcel voor al je bloedcellen, die stamcellen die laten dan los uit het beenmerg, die komen in je bloed. En dan lig je aan een soort, we noemen dat verrezen, maar dat is een soort dialyseapparaat. En dan vissen we die stamcellen uit je bloed. Die gaan dan in de vriezer en dan geven we die stamcellen terug. Dus het woord beenmergtransplantatie gebruiken we niet meer. Het is stamceltransplantatie geworden, maar het is dus hetzelfde. Je kan dat nog een tweede keer doen, mits er nog stamcellen van je in de vriezer zitten. Dat wordt niet, en dat is niet, wordt niet altijd gedaan. Maar het is namelijk ontzettend moeilijk om die procedure die ik net beschreef, met spuitjes en die stamcellen laten los en die komen dan in je bloed. Het is ontzettend moeilijk om dat een tweede keer te doen. Dus het liefst doen we dat de eerste keer voor 2 keer. Maar dat lukt lang niet altijd. Dus als die stamcellen niet zijn, dan is het vrij lastig om dat te doen. En er zit ook een leeftijdsgrens aan. Dus bij mensen die te oud worden, en de grens is over het algemeen 70 jaar, kan dat ook niet meer. En het gaat ook een beetje om, hoe is je conditie op dat moment? Want je moet, en dat is in de presentatie ook, laat ik dat ook zien, je moet wel aan allerlei voorwaarden voldoen. En heb je misschien in de tussentijd, ook omdat je bijvoorbeeld een hart- en vaatziekte hebt, een hartinfarct gehad, en is je hart verder verslechterd, ja, dan kan het best zijn dat je niet meer aan de criteria voldoet voor de stamceltransplantatie. En niet omdat we streng willen zijn, maar puur omdat het veilig moet. Het is een van de zwaarste behandelingen die wij kennen in de hematologie, stamceltransplantaties. En dat moet veilig gebeuren. Want als je dat niet veilig doet, overlijden mensen aan de behandeling. Nou, dat kan absoluut niet. En dat is ook een van de grootste lessen van de afgelopen 10 jaar. Hoe we veilig kunnen transplanteren. Dus het is mogelijk, maar er zijn allemaal voorwaarden aan verbonden. En ja, dat is ook weer individueel bepaald. Ik denk eigenlijk dat we nu... Er zijn, ja. Nou, dank jullie wel allemaal voor jullie ontzettend goede vragen. Ik vond het hartstikke fijn. En ik hoop dat jullie nog een fijne voortzetting van deze dag hebben.